Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Een action shoplog. Ja, ja, ja. Het is nogal lang, dus ik ben bij twee verschillende geweest. Ik ga eerst de ene doen, want die is wat groter. Tada! Maar zou je zeggen, wat is dit nou weer voor voorraad? De voorraad. Pleisters. Ja, staat het er allemaal bij wat het is? Nee. Ja, mijn first pleisters, bla bla bla. Oké, ik moet naar de dingen kijken. First Aid Aqua Protector. Dan ga ik even kijken hoe duur deze neem. Deze zijn 30 keer en dat klopt. Deze zijn 89 cent. Ik had een aantal jaren terug pleisters gekocht. Die zijn nu een beetje aan het opraken. Dus heb ik een nieuwe voorraad gekocht waar ik weer een beetje tegenaan kan. Ik ben niet de enige die pleisters gebruikt. Ernst gebruikt ook pleisters. Deze zijn dus 89 cent. Die is niet duur. En ik moet je zeggen, in het algemeen zijn deze pleisters goed om te gebruiken. En niet slecht, moet ik zeggen. Nee. Dan ga ik eens even kijken naar de vingersplays. Het is waterproof. Staan die er ook op? Even kijken. Turen. Turen. Even kijken, 22 keer. Ja, die staan er ook op. Die zijn 79 cent. Ik zou het ook gek aan noemen. Ik had het gewoon even zien. Oké, sensitive, soft, skin friendly. Is allemaal vriendelijk voor je huid. Dus dat heb ik bewust gedaan. Want hoe ouder je wordt, hoe gevoeliger je huid wordt. Dus dan ga ik eens even kijken waar die staan. En dat zijn 30 stuks. Dan heb ik hier nog één. Ja. Die zijn ook 89 cent. Dan heb ik hier de Excellent Care Steriel. 20 keer van die, 20 keer van zus, 20 keer van zo. Dat zijn deze. En diegene die staan, heb je dan iedere keer 20 keer. En deze zijn dan 100 stuks. 50, 60, 70, 80, 90. 100, ja. Dan gaan we even kijken. Daran, daran. Daran, daran. Daran. Deze zijn 75 cent. Nou jongens, daar kan je het niet voor doen. En ze zijn net zo goed als de Hansaplast pleisters. En dan hebben we de First Ace Sensitive Soft Skin Friendly. Die hebben deze twee maten. Ze hebben ook nog groter, maar die hadden ze vroeger en die hebben ze nu niet meer. Dus ik heb daar in ieder geval 3 stuks van meegenomen, want er zitten er 7 in. Dus dan kan ik er weer even tegenaan. En dan moet ik even kijken. Oh, die staan naar boven. Deze zijn gewoon 30 cent. Of 49 cent. Nou, jongens, dat kan ik niet doen. Dus dan hebben we weer wat pleisters op voorraad. En verschillende maten aan het wandje. Dus die. En dan had ik ook nog. Dan, dan. Deze, de Perfect Highlighter Stick van Fab Fabric. Of Fab
Factory, sorry. Dit is de highlighter stick. De andere waren er weer niet. Je hebt mensen die gewoon hamsteren en gewoon bijna alles meenemen. Ik weet niet wat de laatste tijd gebeurt bij de Action. Maar meestal de bom ontploft en is alles leeggeroofd. Denk ook even aan andere mensen alstublieft die ook nog even naar de Action moeten. En misschien ook iets willen kopen van de nieuwe make-up of zo. Of decoratie of wat dan ook. Deze was even kijken. 1,79. Dan heb ik ook nog deze. Had ik in ieder geval geprobeerd voor op mijn kanaal. Dus die vond het wel even leuk. De Skin Bliss Facial Cleanser Foam with Aloe Brandis Extract, Niacinamide en Glycerine voor pores en andere dingen. En je make-up weg te halen. 200 milliliter. Dat is deze. Ik hoop dat het wat is. Want wat ik nou zo grappig vind eraan. Is dit borsteltje. Er zit een borsteltje aan, jongens. Ik zal even kijken of ik het plasticje eraf kan krijgen. We kunnen het beter zien. Ja. Kijk. Er zit een borsteltje aan. Hoe grappig is dit? Ik vond het wel heel erg grappig. Je kan hem er ook nog afhalen, zo te zien. Nou, als je dan nog een nieuw borsteltje erbij kan kopen. Dat zou wel leuk geweest zijn als er een extra borsteltje erbij zat. Nou, misschien is dat een idee, Action. Aan het bedrijf te vragen om extra clean borsteltjes voor te vragen. Ik vind het wel heel erg grappig. Want die fles kan je gewoon met andere dingen vullen en dan. Ja, ik vind het qua plastic veiligheid en besparing. Kan je ook gewoon je eigen dingen erin doen en wat dan ook. En gewoon steeds hervullen. Misschien is dat een idee, Action. Even daarop op terug te komen. Deze was ook 1,79. Nou jongens, daar kan je geen bult op vallen. En dan had ik deze. Ja, ik ben een beetje aan het zoeken op de bon af te gaan. Ik heb er in ieder geval twee dat jullie kunnen zien. Dit is zeg maar die anti-schuurmiddel stick. Je hebt mensen die een jurk aan willen of een rok aan willen. En dat het daartussen gaat bij elkaar gaat. En dan krijg je dit. En het gaat schuren. Dat gaat natuurlijk irriteren. Dat gaat natuurlijk zeer doen. Dan heb je ook van die broekjes. Maar je vindt het ook wel eens leuk om niet zo'n fietsbroekje of zo'n anti-schuurbroekje aan te doen. Ze plakken alles tegenwoordig vast. Nou, Action. Kijk hier. Mijn dingen heb je. Nou, zo ziet dat eruit. Ik ga hem niet openmaken, want is de eerder kan je hem weggooien. Dus hier heb ik er twee van. Om het uit te proberen. Vind ik helemaal perfect. Nou, dan ga ik even de bon kijken. En die kosten. Oké. Dus 50 gram. En deze kost 4,98. Nou ja, als je. Vind ik voor een actionprijs best wel redelijke prijs, moet ik zeggen. En daar heb ik ook twee kleuren. Want de een is te licht, de andere is weer te donker. Dus als ik dan die samen meng, dan komt het wel goed. En deze waren, ja schrik niet, 30 milliliter, divers waren 1,49 per stuk. Dus zeg maar gewoon 1,50. Vind ik ook nog wel meevallen. En dat voor, hoeveel milliliter? 30 milliliter.
Nou, vind ik helemaal perfect. Ja. Dan heb ik hier een contour aligning pen. En die was 89 cent. Nou, daar kan je geen beeld om vallen. En die is 327 Rusty Rose. Ik ga het even in beeld brengen als dat lukt. Zo. Zie je, Rusty Rose. Dit is hem. Oh, zo. Dus die. Dan ga ik mezelf weer even scherpste. Zo. Vond ik ook wel de moeite waard om het even uit te proberen en uit te testen. En dan had ik er nog iets. Tada. Wat is dat? Dat was het, geloof ik. Ja, was die Rose was 89 cent. Dan was ik nog een keer geweest en toen had ik dacht dat het die body lotion was, maar ik kwam er later achter dat het Aftersun Body Lotion with Shears with Aloe Vera extract en nog meer dingen. Dat is deze. Dat is zo'n pot. Ja, die lijkt precies op de beroemde pot, maar dit is een Aftersun. Dus 240 milliliter. Het boeit me niet. Dan gebruik ik het gewoon als body lotion. Want het is Aftersun body lotion. Klaar. Helemaal top. Deze was 1,50 euro. Zeg maar 1,49 euro. Ik rond het even achter naar 1,50 euro. Dus die. En dan had ik ook deze. De Watermelon Moisturizer Hydration Booster with Watermelon Scent. Hydrate the skin, softening, relaxing poppies. Ook voor Skin Bliss, deze. Je had nog drie. Nou, deze is overgebleven en de rest is verkocht. Laten we het daar maar op houden. En die was 1,99. Dan heb ik twee keer lipgloss genomen. Van Max & More Marble Lipgloss. Eentje van die en eentje van die. Die vond ik wel leuk. Die had ook nog een oranje, maar die vond ik niet leuk. Oranje is niet echt mijn kleur. Ja, jongens, je ziet het goed. Ik word grijs. En lekker boeien. Dus die. En die waren 1,19 euro per stuk. Zo, kan ik lekker daarna uitproberen. En dan had ik nog iets. Oh, dat waren die 7 stuks pleisters. Die staan hier op deze bon. Sorry, die was op de tweede trip. En die was 3,87. Oh, dan had ik nog iets. Ben ik nog wat vergeten. Dat is deze. Dat is een luchtje. En die kostte 2,49, zeg maar 2,50 euro. En deze is een limited edition. Staat er ook op hier, limited edition. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Zo misschien.
dat is die. En lekker fris. Dus die kan weer bij mijn voorraadje. En toen ben ik ook nog even naar de Ethos geweest. Daar heb ik een primer gekocht die net zo goed moet zijn als de primer van Milk. En dit is ook een dupe van, maar ook van Essence. Die wil ik ook nog proberen. Deze is van Elf, de Power Grip Primer. Base. Nou, iedereen is bij de Ethos te krijgen. En de prijs valt mee. Deze is 11 euro. Dus ja. Als ik goed werk, hoeft een primer niet duur te zijn. 11 euro vind ik eigenlijk een mooie prijs. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte.